Dat is geen punt, maar ik kan het ook best verstaanbaar maken in het Nederlands en zelfs ook in een paar andere talen. Maar dat taalgebonden, kijk, voor het Europese parlement zijn mensen gekozen, nationaal gekozen voor het Europese parlement. Die kun je dus niet verplichten om buiten Nederlands zowel actief of passief een andere taal te spreken. Dus om het behoud van inderdaad die identiteit van die Europarlementariër en van die politiek, om daar dan 11 talen te spreken en je kunt het allemaal horen, keurig en alle vertalingen. Maar op ambtelijk niveau zie je al, wanneer de ambtenaren van de Europese Unie, daar zijn 1 of 2 of 3 talen. Want ik vind het eigenlijk raar, want het Europarlement zou dan een soort voorbeeld moeten zijn en daar werken bijna meer tolken dan Europarlementariërs. Laat die dan eens allemaal om te beginnen Engels spreken. Ik vind het raar dat als een Nederlandse minister in de Europese organen verkeert, dan als die normaal, zoals wij hier aan tafel zitten, dan zou die Engels spreken. Spreekt die Engels. Zodra de vergadering begint, gaat die over in het Nederlands. Dat is raar. En dat komt omdat wij ontzettend bang zijn dat we ondergesneeuwd worden door anderen. Maar nog een keer, met z'n allen samen worden we al ondergesneeuwd door het Engels. En er is een wereldcultuur aan het ontstaan. Als je in Thailand bent of in Zuid-Afrika. Ja, maar dat vindt niet iedereen leuk. Dat vindt niet iedereen. Nee, maar om dan overal naar de McDonald's te gaan. Ik ga toch weer even afsluiten, want we gaan verder. We hebben weer een leuke reportage. En die gaat over het belastingparadijs België. Want er wonen dus de 50 en 100.000 Nederlanders in België. Die daar genieten natuurlijk van het land en van de mensen. Maar ook van de leuke fiscale voordeeltjes. En een van die mensen is Theo Seidhoff. Ex-wielrenner en nog steeds misschien wel modekoning. En hij leidt ons rond in Brasschaat, het Wassenaar van België. We zijn in de bakermat van een Nederlandse enclave in België. We zijn in Brasschaat, in een schitterend villapark. Honderden, eigenlijk misschien wel duizenden villa's van architectonische schoonheid. En Holland heeft dat gevonden. Waarschijnlijk ook een belastingvoordeel. Maar misschien toch ook wel een beetje in het ontvluchten van de ambtenarij en de bekijkerigheid van Holland. Van wat doe je? Hollanders komen hier in stromen naartoe. Het lijkt wel Klondijk, het lijkt wel de Goudpoort. Ik ben 4,5 jaar geleden van Nederland naar België verhuisd om 2 redenen. De eerste is dat zaken doen mij vrijwel onmogelijk werd gemaakt. De interessante doenerij van ambtenaren, banken, je kunt het niet opnoemen. Ik kon dat allemaal niet meer bijhouden. Mijn zaak was zo groot geworden dat ik dus de red tape, de boekhouding, niet meer kon begrijpen. En met mij vele Nederlandse middenstanders. Dat is een groot probleem in Nederland, denk ik. En een tweede reden is dat de Belgen veel meer respect hebben dan voor elkaar en ook voor buitenlanders dan in Nederland. Als je in Nederland boven het Maaiveld uitkomt, dan word je al gauw eronder getrapt. En hier in België, omdat ik wielrenner ben geweest en mijn naam nog hier bekend is, word ik met veel respect behandeld. Het leven is wat joyeuzer, de mensen zijn vriendelijk. Het bevalt me uitstekend in België. Kunt u me uitleggen, wat is het verschil wat betreft de belastingen tussen Nederland en België? Het verschil is dat je als je vermogend bent, dus je hebt veel bezit aan geld, dat je geen vermogensbelasting moet betalen. Ik heb daar geen last van, maar de meeste Hollanders komen daarvoor naar België toe. Het is een beetje een Klondijk effect. Men hoort dat en men vlucht een soort ongenoegen in Holland en men vlucht weg naar België. Als je echt geld hebt, die zit echt niet in België, die zit heus in Australië en nu Zuid-Afrika zeer effect. Extra reden omdat ik naar België ben verhuisd. Er zijn niet zoveel extra redenen. Misschien de bereikbaarheid is een reden, want ik moet nog steeds werken en ik moet toch nog regelmatig naar Holland. En het liefst zat ik in Frankrijk aan de Côte d'Azur, bij Willem Duis, Vue de Mer. Maar voor mij is het nog even België. En het blijft nog even België, maar ik blijf Nederland. Ik voel mij een bijzonder niet-Europeaan. Dat vind ik het ergste wat er is. Ik ben een Hollander en dat wil ik ook blijven. Er is niets erger dan Europa, ben ik sterk op tegen. Ik word een beetje eigenlijk kwaad erover als mensen erover praten. Hitler wilde ook een verenigd Europa eigenlijk. Komt niets van terecht. Ik denk niet dat ze in Italië de BTW naar Holland gaan betalen. Of dat minister Van der Broek, of ex-minister, hij heeft nu een hoge positie in het Europarlement, dacht ik. Die had de volgende
Een volgende opmerking, hoe interessant het was als de euro werd ingevoerd. Dan kon ik dus in Milaan met een euro een pakje sigaret uit een automaat halen. Maar ik rook niet, meneer Van den Broek. Jammer. Stel je voor dat de Europese wetgeving zouden worden veranderd en dat het in België net zou worden als in Holland. Ik persoonlijk zou dan gewoon in België blijven. Want ik heb het hier uitstekend, meer dan uitstekend naar mijn zin. Maar men moet er niet op rekenen dat die Belgen dat de komende jaren gaan doen. Holland heeft er wel voorstellen voor gedaan. Maar ik kan je voorspellen, er komt echt helemaal niks van terecht. Dat duurt jaren en jaren dat voor elkaar is. Belgen blijven gewoon het bankgeheim in stand houden. En wat een geluk. Nou, een beetje de Nederlandse Archie Bunker, hè? Ja, ik weet ook niet of het zo erg is dat hij in België woont. Nee. Ja. Maar bestaat dat nou straks nog? Dat je om fiscale redenen dus in een ander land kan gaan wonen? In de ideale situatie natuurlijk niet. En wat die meneer daar zegt over die vermogensbelasting, dat zal wel zo zijn. En ik weet niet waar hij zijn bedrijf heeft. Maar ik zal u vertellen dat andere belastingen in België op personeel, en als je bijvoorbeeld iemand in dienst hebt, heel wat hoger is. Sociale voorziening die je moet betalen dan in Nederland. BTW ja. Is ook hoger, dus wat dat betreft. Maar als we naar de toekomst kijken van Europa, zijn dat dan ook maatregelen die zullen gaan komen? Dat zijn zaken die voor de fiscalisering niet zozeer bedoelen, maar de fiscale harmonisatie. Dat moet nu juist voorkomen dat die interne markt, dat die gaat werken. Want wat hier dus gebeurt, zie je dat die grens weliswaar weggevallen is, maar deze grens bestaat nog steeds. Ja. En je ziet daar al hele grote verschuivingen in. Dat.